Dit zijn Esma, Enaam en Sarah. Zoals je ziet dragen ze alle drie een hoofddoek. Ja, mijn hoofddoek is voor mij ook wel echt mijn kracht. Het dragen van een hoofddoek heeft soms wel een prijs. Dit is het uniform dat ik droeg toen ik naar huis werd gestuurd. Halima en Semra hebben in hun tienerjaren hun hoofddoek afgezet. Ik word nog steeds wel getriggerd als ik een man in de zomer met een korte broek zie en een t-shirt. En dan zijn partner daarnaast hoofddoek, lange jurk. Het niet dragen van een hoofddoek levert ook problemen op. A very recent word that I heard was that my mom wishes I die a horrible death. Hoe is het om een hoofddoek te dragen? Wat is de invloed op je carrière? En wat gebeurt er als je hem afzet? Ik vind het altijd wel leuk als ik mijn helm eenmaal afdoe om naar de mensen om me heen te kijken. Want dan zie je eigenlijk de verbazing. Ik denk dat mensen toch een bepaald beeld hebben van vrouwen met een hoofddoek. En dat het zo'n longboard of een skateboard niet echt bij dat plaatje vinden passen. Welk beeld hebben mensen van een vrouw met een hoofddoek? Ik denk toch wel bewust of onbewust wel een bepaald beeld van dat vrouwen met een hoofddoek minder vrijheid hebben of zwakker zijn of bepaalde dingen niet kunnen doen door hun hoofddoek. Het was voor het eerst mijn eerste klasfoto met hoofddoek. En dit was een jaartje later, deze foto. Vond u het leuk? In het begin weet ik dat ik er heel erg aan moest wennen. Ik wilde het niet echt, maar ik wist ook dat het moest. My earliest memories of the hijab is like just trying to tear it apart. I would pull it on things, door handles. And I lived in a semi-arid area in northeastern Kenya, where it gets very hot. It's bushy wherever we're playing, so I'll pull it on the shrubs, in trees. I pretty much didn't like it as a kid as well. Were you allowed to take it off? No. No, you're not allowed to take it off. Nee, je gaat geen hoofddoek. Waarom niet, Sofia? Omdat het lelijk is. Vind je het lelijk? Omdat je dan eruit ziet als een oma. Voor mij was het eigenlijk niet meer te verklaren dat ik een hoofddoek op moest. En eigenlijk met de hele klederdag erbij, voelde voor mij ook ongelijk vergeleken met een man. In welk opzicht? Nou, als ik word nog steeds wel getriggerd als ik een man in de zomer met een korte broek zie en een t-shirt. En dan zijn partner daarnaast hoofddoek, lange jurk. Ja, dan denk ik, dit is toch... Het voelt gewoon niet gelijkwaardig. Ja, mijn hoofddoek is voor mij ook wel echt mijn kracht. Omdat het ten eerste heel erg voor mij symbool staat, voor mijn liefde, voor mijn geloof, voor mijn God. Maar ten tweede ook laat zien dat ondanks dat ik weet dat mensen wellicht mij gaan discrimineren of mij minder kansen gaan geven wegens mijn hoofddoek, dat ik alsnog ervoor kies dat ik een hoofddoek ga dragen puur omdat ik dat zelf wil. Want je wil het ook echt zelf? Zeker. Niemand heeft je dat opgelegd? Nee. Je ouders niet? Nee. Je omgeving niet? Nee. Het is echt een vrije keuze. Ja. Maar waarom dan? Omdat ik erin geloof dat mijn God van mij wil dat ik een hoofddoek draag. En uit liefde voor mijn God wil ik heel graag een hoofddoek dragen. Er is een beeld van de vrouw met een hoofddoek die onderdrukt is. Die geen vrijheid heeft, die enorm beperkt is en wat ze wel niet kan doen. En die is er. Dat ontken ik helemaal niet. Die vrouwen die zijn er? Die zijn er. Die zijn er zeker. Maar die vrouwen zijn er overal, of ze nou een hoofddoek dragen of niet. En daarnaast heb je ook hoofddoekdragende vrouwen die dat wel allemaal kunnen en doen en zijn en zelfbeschikking over zichzelf hebben. U bent niet onderdrukt? Nee, zeker niet. Somebody reported that they'd seen me somewhere in the city of Nairobi without my hijab. And I
was confronted about it, of course I denied, but violence was a way to reinforce that. You were beaten? Yes. By whom? By my brother and my mom and several other people in my family. Because where I come from, if I may use that as an example, every little part of the teachings of religion and culture and whatever, I had to be reminded through violence. Op een gegeven moment had mijn moeder opmerkingen over mijn kleding. Namelijk dat het niet zedelijk genoeg was. Ik weet niet wat ik aan had, volgens mij een strakke spijkerbroek en het jurkje was net iets te kort. Dus zij zei daar iets over. We zaten bij mij op de kamer, dat weet ik nog heel goed. En toen zei ze, het past niet bij een vrouw met hoofddoek, deze kleding, Semra. En toen gooide ik het eruit. Toen zei ik, ja, maar misschien wil ik wel helemaal geen hoofddoek meer dragen. En toen was het stil. En ja, zij was heel gechoqueerd, tuurlijk, teleurgesteld. Ze zei, sinds wanneer denk jij dat jij het recht hebt om de islam te interpreteren? Ik zei, joh, maar mama, het zijn alleen maar mannen die dat mogen. Is je dat wel eens opgevallen? Dankjewel, dankjewel voor het delen van je verhaal. Wat ze zelf wil en kan laten. Een vrouw met een hoofddoek is niet veel anders dan een vrouw die dat niet draagt. Ze heeft dezelfde behoeftes, dezelfde ambities, dezelfde pijn. Dat is belangrijk dat we dat meer gaan zien. Ja, maar kan een vrouw met een hoofddoek wel opkomen voor de vrouwen die hoofddoek af willen doen? Zeker, zeker. Een vrouw, in ieder geval voor mij, ik kan voor mezelf spreken. Voor mij is het allerbelangrijkste dat vrouwen zelfbeschikking hebben. Dat ze zelf kunnen kiezen wat ze wel en wat ze niet willen doen. En of dat een hoofddoek dragen is, dan is dat oké. Als ze dat juist niet wil doen, dan is dat ook meer dan oké. Dit is het uniform. Het oude nog wel. Het is inmiddels weer 5 jaar geleden. En toen werden de nieuwe uniforms net uitgegeven. En ik had nog het oude uniform. Maar dit is het uniform dat ik droeg toen ik naar huis werd gestuurd. Ik word er nog steeds heel erg emotioneel van als ik er naar kijk. Want dit is wat ik graag wil. Ik wil dit pak heel graag dragen. En wat mij betreft hoeft die hoofddoek nooit het probleem te zijn. Wij willen een politie zijn van iedereen en voor iedereen. Aan de andere kant zijn er ook heel veel moslima's met een hijab die heel graag bij de politie willen zijn en die heel graag de burger willen dienen. En tegen die groep ambitieuze vrouwen zeggen wij nee. Maar een uniform heet toch niet voor niks uniform? Dat moet hetzelfde zijn. En het gaat om de neutrale uitstraling, dat je er zoveel mogelijk aan doet om dat toch hetzelfde uit te zien. Ja, snap ik, maar een hoofddoek in dezelfde kleur als het uniform zou wat mij betreft geen afbreuk doen aan die neutrale uitstraling. Een hijab is toch geen neutrale uitstraling? Dat is toch een uiting van een godsdienst? Maar dat heeft... Het is heel belangrijk dat men begrijpt dat ik niet moslim ben van beroep. Ik ben een hele trotse politievrouw van beroep. En het feit dat ik met een hijab rondloop betekent niet dat ik op dat moment het geloof voorop zet. Dat zegt niet, u bent een man, dus ik ga u niet reanimeren. Of u bent een man, dus ik ga u de hand niet schudden. Okay, I'm going to read a poem. It's called Losing My Religion. And it goes like this. So I have lost faith. So I have stopped believing. So I've stopped praying. I have nothing to pray for, or pray against, or pray towards. You will go to hell. If I find you, there's also rape threats and death threats, and I will gang rape you. I will, I'll find you, whatever you are, I will kill you. We should be killed, you should be killed. But there were also few positive messages, and these positive messages were from like-minded people like me who are in the closet, living within their communities, who already have decided that they don't believe, but they just can't say it to anyone. Het gaat voor mij om dat je als individu vrij
bent om voor het een of het ander te kiezen. En dat je daarin dus ook wordt gesteund door de mensen om je heen en wordt geaccepteerd. En of dat dan het dragen van een hoofddoek is of het afdoen van een hoofddoek, dat maakt dan voor mij niet zozeer uit. Of het wel 5 keer per dag bidden of niet 5 keer per dag bidden, in mijn context dan. Hè? En ik merk, wat ik heel erg heb gemerkt en nog steeds zie om me heen, is dat die vrije keuze daarin, op het moment dat je dus ervoor kiest om dingen niet te doen, of niet meer te doen, dat die niet makkelijk is. En dan heb je wel een flinke discussie of strijd aan te gaan. A very recent word that I heard was that my mom wishes I die a horrible death. That even though we haven't been family for a very long time, it still really hurt because you don't expect that from I'm a mom, so I don't. It's yeah. So I heard that and. Dat zal echt heel erg per familie verschillen. Ik denk dat de rol van mijn moeder hier een hele belangrijke ook is geweest. Met haar was de discussie het hardst, maar zij accepteerde wel meteen. Dus zij kwam een week later, stond zij in Amsterdam, om mij op te zoeken. Huilend, want ze zag mij toen voor het eerst buiten zonder hoofddoek. Dus het was enorm huilen, maar toen was het ook oké. Super. Toch mensen die pleiten voor het afschaffen van de hoofddoek, doen dat juist, in ieder geval vanuit hun eigen gevoel, met de allerbeste bedoelingen. Ja, exact. En vaak ook bedoelingen zonder bijvoorbeeld het gesprek aan te gaan met vrouwen zoals ik, die met heel veel liefde hun hoofddoek dragen, die dat heel belangrijk vinden als onderdeel van hun identiteit. En dus denken dat ze mij bevrijden, maar eigenlijk wil ik helemaal niet, in ieder geval niet van de hoofddoek bevrijd worden. Ik wil bevrijd worden van de stereotypes die zij over mij hebben.